Zo, ik geloof dat ik gelijk alweer live ben, of niet? Voor de mensen thuis. We gaan gewoon door. Dus we zijn een beetje vroeg, maar dat is alleen maar goed, toch? Welkom en ook welkom hier allemaal bij de eerste breakout sessie van vandaag. En dat is dus, wat ik net al zei, lange termijn borging van het onderwijs. Van het muziekonderwijs. Nou is het zo dat wij alles wat we doen, dat hebben we natuurlijk in gang gezet om te zorgen dat kinderen op de lange termijn weer muziekonderwijs krijgen. En toch zagen wij in onze rondgang van mei en juni dat er daar veel opmerkingen, vragen en et cetera in naar voren wordt gehoord van: komt dat eigenlijk wel goed? Is dan de zorg die ons toch allen wel bindt? Ik dacht van ja, daar gaan we het gewoon eens even over hebben. En daar heb ik 6 mensen voor aan tafel zitten die daarmee beginnen. En laten we gewoon even, daar zijn jullie ook allemaal even, laten we even een rondje maken. Wie heb ik hier? Zeg even wie je bent en waar je ook alweer van bent. En Annette, misschien wil jij beginnen. Ja, ik ben voorzitter college van bestuur van de Gooise Scholenfederatie. Dat is een federatie met 9 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. En kwartier maken om de verbinding tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs wat betreft muziekonderwijs te realiseren. Dankjewel. Cecile. Ja, Cecile Servaas, lokaal ambassadeur in Overijssel, Salland en Zwolle. Die regio's, dus niet heel Overijssel. En daarnaast betrokken bij het muziekakkoord wat gesloten is in Drenthe. Hans. Ja, Hans Gerdanus, directeur-bestuurder van PSBO Leeuwarden in omstreken. Een scholenkoepel met 16 basisscholen, ongeveer 3300 leerlingen in de stad Leeuwarden en in dorpen in de omgeving. Betrokken geweest bij een aanloop naar het convenant, in Friesland gesloten is in 2018. Roland. Ja, goedemorgen. Roland Vrolijk. Ik ben muziekdocent aan de Thomas More Hogeschool en Codat Rotterdam, het conservatorium. En vanuit meer muziek in de klas ben ik ook betrokken bij het Caribisch gebied. Judith. Ja, mijn naam is Judith Oussoren. Ik ben hoofdkunsteducatie en adjunct-directeur bij het Klooster in Woerden. Theater en Centrum voor Kunsteducatie. En een van de kartrekkers voor het muziekakkoord in Woerden, waar we inmiddels op 21 van de 25 Woerdense basisscholen een structureel muziekonderwijsprogramma hebben. En last but not least, Lisette. Lisette Laagwij, ik ben directeur van Muzehof, centrum, expertisecentrum eigenlijk voor cultuur, educatie en participatie in Zutphen-Lochem en regio. En wij zijn aanjager, of we hebben een mooi akkoord in Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. En daar zijn wij nu projectleider ook voor de komende 2 jaar. En dat doen we met heel veel mensen in de regio. En daarvoor zit ik vandaag natuurlijk. Heel goed. Er zitten regio's aan tafel, er zitten regio's in de zaal. Er zit succes aan tafel, dus eigenlijk gaat het heel erg goed. Maar blijkbaar zijn we op zoek naar iets anders. Cecile, ik zeg er nog even bij dat jij hier in ook een soort van connectierol zit. Hè? Want jij gaat vanmiddag de Zoom-sessie leiden over dit onderwerp. Dus alles wat we hier al met z'n allen verzinnen, neem jij mee naar die sessie. Ja. En dan gaan we daarover doorpraten. Maar ik begin even bij Annette. Annette, jij bent heel druk bezig om te zorgen dat er ook in het voortgezet onderwijs muziekonderwijs komt. Volgens mij heb ik je al in 3, 4, 5 sessies daar met veel hartstocht over zien praten. In hoeverre is dat belangrijk voor de lange termijn? Voor dat borgen, voor die structurele kant van het muziekonderwijs? Ja, ik denk dat dat belangrijk is omdat dat voor het leren van onze leerlingen belangrijk is. Er ontstaat niet een harde knip op 12-jarige leeftijd als het gaat om het belang van muziekonderwijs. Komt bij dat in het voortgezet onderwijs er vaak ook vakdocenten werken. En we muziek ook op een andere manier leren waarderen in het leren van onze leerlingen. Dat kan je doelgroep specifiek benaderen. Er zijn kinderen die een taalachterstand hebben of die ISK-leerlingen die uit een andere cultuur komen, waar de taal van muziek universeel is en ze ontzettend helpt om ook te socialiseren. En er zijn leerlingen die uit een cultuur komen waar muziekonderwijs van kinds af aan onderdeel uitmaakte, ook van de opvoeding. En die komen bij elkaar in groepen, heel divers samengesteld als het gaat om hun muzikale achtergrond. Waarin ze dus muziek leren waarderen op een wijze dat ze ook daadwerkelijk dat kunnen inzetten om van en met elkaar te leren. En dat gun ik leerlingen vooral, omdat als leerlingen van 12 plus dat ervaren, dan gebeurt er veel meer dan alleen
Dat gaat om dat muziekonderwijs in de letterlijke zin des woords. Het gaat om hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen die kunnen met muziek uitingen geven aan gevoelens die op dat moment voor hen heel cruciaal zijn in het kader van een andere ontwikkeling. En daar zal Erik Scherder natuurlijk ook nog iets over zeggen. Ja, zeker. Maar ik vind het een heel mooi antwoord. Je begint bij de kinderen. Daar maar, is het toch, ja. Maar waar ik ook wel een beetje naar zoek is van, stel dan dat we in het hele VO muziekonderwijs hebben. Wat is dan het effect daarop, daarvan op het basisonderwijs? Ja, als je terugredeneert, denk ik dat het feit dat leerlingen in hun puberteit muziekonderwijs aangeboden krijgen, maakt dat ze in het leren en in hun ontwikkelingsproces worden gesteund. En dat het basisonderwijs daar natuurlijk de voorwaarden schept om dat ook in het voortgezet onderwijs te kunnen doen. Dus dat is andersom geredeneerd. Het basisonderwijs voedt eigenlijk de basis voor het voortgezet onderwijs op dat vlak. Maar omgekeerd denk ik dat als we in het voortgezet onderwijs het niet zouden doen, er voor de leerlingen in het primair onderwijs, in het basisonderwijs, ook minder urgentie zou zijn om het daar ook daadwerkelijk te adopteren. Ik bedoel, het versterkt elkaar. Het is een doorlopende leerloopbaan die niet alleen vakgericht is, maar die ook door muziek in alle vakken geïntegreerd wordt ondersteund. En ik ben ook een ongelofelijke pleitbezorger voor funderend onderwijs, voor het opheffen van de harde knip tussen PO en VO. Ja. Omdat het in het belang van al onze leerlingen is. En muziek kan daar een ongelooflijk belangrijk middel zijn om dat te realiseren. Ik ga even helemaal naar de andere kant, Lisette. Jij bent op een hele andere manier ook met dit soort dingen bezig, maar wel met de lange termijn. Want jullie zijn geloof ik een strategisch plan aan het maken. Ja, dat klopt. Want ik vind het heel mooi dat er gezegd wordt, niet die knip van 12 jaar. Want dat is, en dat vind ik, dat zien we natuurlijk ook met andere programma's nu. We willen natuurlijk dat alle kinderen aan muziek gaan doen. En wij concentreren ons nu even op die 10.000 in Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Dus als jij vraagt wanneer ben je blij? Nou, dat we over 4 jaar al die kinderen bereiken. We zijn heel erg blij ook dat we nu een projectplan kunnen uitrollen over 2 jaar. Dat we de bewustwording bij de leerkrachten, bij de ouders, bij de omgeving, dat is natuurlijk ook strategisch. Ook strategisch is natuurlijk ook de financiële component. Hoe gaan we dat doen? Maar het start natuurlijk bij de scholen en de intrinsieke motivatie. Nou, dat hebben we eigenlijk, de stempel hebben we gezet met het muziekakkoord. Want je was erbij, 60 partijen hebben hun handtekening gezet. Ja. En nu gaan we met z'n allen het uitrollen. En ben je dan nog bezorgd over dingen? Want ik heb dit onderwerp met enige zorg ingeleid. Of komt het gewoon helemaal goed in Zutphen en omstreken? Het gaat helemaal goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Ja. Want diegene, ik zag net, Gelderland is heel goed vertegenwoordigd. Aantal mensen die hier al bij dit akkoord betrokken zijn. Maar ook anderen. Dus ja, ik zit hier als een heel optimistisch mens. Mag ik wat vragen kort? Jazeker. Ja. Want waar ik dan nieuwsgierig naar ben, want inderdaad die intrinsieke motivatie, die is natuurlijk enorm belangrijk. Maar wat heel belangrijk daarbij is, denk ik, op welk niveau zit nou die intrinsieke motivatie? Kun je daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk voor die lange termijn borging wel heel belangrijk. Zit het op het niveau van de strategische denkers, zeg maar, dus de schoolbesturen, de instellingen? Of zit het nou net op dat niveau van de leerkrachten? Want dat maakt natuurlijk wel heel veel verschil. Ja, dat klopt. Wij gaan werken de komende 2 jaar aan al die niveaus. Dus dat is ook, we gaan natuurlijk met de muziekweek gaan we scholen weer eens even extra van, goh jongens, geef nou even extra aandacht aan die muziek. Dat moet natuurlijk het hele jaar door, maar dat je echt wat ankermomenten in het jaar hebt. Om de hand gaan we ook aan deskundigheidsbevordering zorgen, zowel voor leerkrachten, maar ook bijvoorbeeld van hoe ga je gelden werven, zodat je niet na 2 jaar stopt. Dus ja, het is een beetje een breed antwoord, maar ja, we gaan echt overal op insteken, zodat we al die kinderen bereiken en met hun omgeving. En leesouders, muziekverenigingen, professionals. We hebben zoveel expertise in onze regio, ook van professionele kunstenaars, docenten, muzikanten. Dat is dus, ik zie het wel in het grote geheel, maar we gaan met allemaal subgroepjes en dat vind ik wel het mooie met dit 2-jarig project. We gaan in allerlei subgroepen werken, tot en met de PR en marketing, waar we ook weer voor iemand hebben. En dan steeds weer dat grote geheel bekijken. Dus eens in de zoveel tijd komen we dan samen. Van, goh, waar zitten we nou al die groepjes en hoe zit dat weer in het grote geheel? Dus ik heb... Maar,
We staan aan de vooravond om dat uit te rollen. Ja. Cécile vraagt dit natuurlijk niet voor niks, want jij zit een beetje noordelijker op allerlei plekken, ben je ook druk bezig. Hoe gaat het dan met die intrinsieke motivatie in de regio's waar jij aan de slag bent? Ja, dat verschilt heel erg per school. Je merkt inderdaad dat in eerste instantie die schoolbestuurders die worden enthousiast. Ze hebben Drenthe heel duidelijk ervaren. Die worden natuurlijk voor een deel gestimuleerd door leerkrachten, maar niet altijd. En als het dan alleen maar bij de schoolbestuurder blijft, ja, dan is het moeilijker om die aanjaagfunctie in de school ook daadwerkelijk gestalte te geven. En jullie hebben heel veel tijd in het onderwijs gestoken. En jullie zijn geloof ik al die scholen langs geweest. Ja. Ik bedoel... ja, dat heeft vooral onze ambassadeur gedaan. Dat is Mirjam Pauwels, de wethouder van, is hier ook aanwezig. Is hier ook aanwezig, ja. Ja, die heeft heel veel lobbywerk gedaan in Drenthe. Ja, absoluut. Maar is dat dan genoeg? Als je ze allemaal langs bent geweest, dan zie je dat goed met de lange termijn? Nee, nog niet. Want je ziet bijvoorbeeld nu dat er ook wisselingen van de strategisch denkers van de schoolbestuurders komen. Dus dat maakt dat er ineens een terugval is in de school. Want die zijn niet meegenomen in het akkoord. Dus dat moet je opnieuw aanjagen. En je ziet ook dat scholen soms ook nog worstelen met de financiële middelen. Dus we hebben inderdaad wel in het akkoord in Drenthe gezorgd, middels ook de muziekmatch, dat er een financiële buffer is. Er is een fonds opgericht. Maar we moeten wel zorgen dat voor de lange termijn ook geborgd blijft. Dat is nu voor de aanjaagfunctie heel goed. Maar die lange termijn, daar zit nog wel die financiële component aan. En in hoeverre gaan scholen daar ook structureel aan blijven bijdragen? Ja. Dat vind ik nog een spannende. Je haalt al de lagen in het onderwijssysteem een beetje naar voren. Hans, ik wil even naar jou, want jij hebt daar een specifieke visie op hoe je daarmee om moet gaan. Die leerkrachten worden al even genoemd. Ik bedoel, hoe pak jij dat aan? Krijgen ze allemaal een beleidsplan van jou of hoe gaat dat? Nou, daar worden ze niet blij van in het algemeen. Daar moet je ze vooral bij betrekken als er een beleidsplan ligt. Maar die intrinsieke motivatie is natuurlijk heel belangrijk en daar begint het mee. En soms heb je daar niet eens beleid voor nodig en dan zie je al hele mooie voorbeelden in de school wat er kan realiseren. Maar wat we in dit akkoord hebben gezegd, juist omdat we dat doel hebben om alle kinderen die muzieklessen te gunnen in de school, is het wel belangrijk dat bestuurders daar een rol in pakken. En dat hebben we in die zin ook gedaan door in ieder geval een strategisch beleidsplan dat ook te formuleren. Hè, om duidelijk aan te geven wat is het belang van cultuur, educatie en ook gespecificeerd dan ook naar muziek in de klas. Met de opdracht aansluitend voor de scholen om in hun schoolplan daar aan te haken. Dus daar hebben we ook met elkaar naar gekeken en dat is ook gebeurd. Met alle ruimte voor de scholen zelf om te zeggen hoe gaan wij dat dan invulling geven. En Muziekimpuls heeft daar enorm aan bijgedragen. Aan de voorkant van die subsidieregeling hebben we ook als bestuur gezegd. De cofinanciering die daar nodig was, die betalen we als bestuur. Zodat geld maar geen reden zijn om niet mee te doen. Dus het grootste deel van onze scholen hebben meegedaan met Muziekimpuls. En dat heeft enorm geholpen om ook weer na te denken. Wat voor methodiek willen we gebruiken? Het instrumentarium verrijken. En dat heeft ook wel weer met de motivatie heel veel goede dingen gedaan. Dat je maar jij zegt, het moet uit de scholen komen. Die werkvloer is aan zet, als ik jou een beetje hoor. Maar ik hoor je ook, er staat wel ergens iets van een kader vast. Moet het echt? Hoe streng ben jij eigenlijk? Je doet het. Het gebeurt gewoon overal. Het strategisch plan is niet alleen voor muziek, maar ook op meer punten natuurlijk iets wat je in de praktijk een vertaling wil geven. En daar zit... Daar zit ruimte genoeg in voor scholen om daarin te bewegen en hun keuzes in te maken. Maar inderdaad, in elk schoolplan hebben we met elkaar afgesproken, ook met steun van de directeuren en ook met motivatie. Hier valt met elkaar veel te winnen, dus dat doen we ook met elkaar. En dat concreet betekent helpt. Dat dus in ieder schoolplan van jouw school is een paragraaf waarin de directeur aangeeft voor de komende 4 jaar is dit mijn ambitie rondom muziekonderwijs. Ik maak het nu heel concreet, hè? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is helpend. Heel goed. Dank je. Judith, hoe doen jullie dat in Woerden? Ja, ik vind het heel erg leuk om iets te vertellen, want we hebben daar denk ik toch net een beetje een ander traject in gevolgd. Nou, graag, want we willen voor zoveel mogelijk verschillende dingen horen vandaag. Ik hoor veel muziekakkoorden die startpunt zijn geweest vanuit de ambitie om iets te doen. En bij ons was het muziekakkoord vorig jaar eigenlijk een stukje bekroning van wat er was. En startpunt van het inderdaad structureel blijven borgen van wat er is opgebouwd met elkaar. En ik sluit graag aan bij het verhaal over de motivatie en de intrinsieke motivatie. En ik ben ook voor mezelf nagegaan naar
dit moment toe? Wat is nou heel cruciaal in het willen borgen van structureel muziekonderwijs op die scholen? Dat is dat je zorgt dat scholen weten wat het betekent en dat niet meer kwijt willen. En dan kom je denk ik vanzelf bij de intrinsieke motivatie. En wij hebben heel erg ingezet op in Woerden de inzet van vakleerkrachten in de school. Zowel als eigen inzet van vakleerkracht, maar ook in de vorm van het coachen en co-teaching van de groepsleerkracht. Want het zijn beide partijen die het succes maken. Maar door die inzet van vakleerkrachten kon je in hele korte tijd laten zien wat muziek met de kinderen doet. En daar vind je elkaar. Want dat is waar leerkrachten leerkracht voor zijn, waar bestuurders bestuurder voor zijn en waar een muziekdocent muziekdocent voor is. Wat het doet met de kinderen. En als ze dat zien, dan weet je met elkaar waar je het over praat. Dan ga je niet eerst praten en dan laten zien wat het is, want dan moet je heel lang praten. Maar wij zijn het eigenlijk eerst gaan doen, met dank aan de impulsregeling, absoluut. Zonder die impulsregeling had het niet gekund. Waardoor de drempel laag was voor scholen om mee te gaan doen. En vervolgens hebben scholen ervaren in alle niveaus en alle geledingen wat het betekent. En zijn we op een punt gekomen van, we willen dit niet meer kwijt. En hoe kunnen we dit nu borgen? En dan komt natuurlijk met name ook het financiële plaatje. Maar de motivatie is dan eigenlijk geen vraagstuk meer. En wat je vertelt is eigenlijk niet een idee. Dit gebeurt gewoon. Dit gebeurt gewoon in de praktijk. Zo gaat het. Ja. En liet je even dat woord financiën vallen. Het wordt even in de microfoon gezet. Prima. Vertel daar eens wat over. Wat er gebeurd is, vorig jaar was een heel spannend moment. Toen waren de eerste scholen waarvan dus de impulsregeling afliep. En eigenlijk al onze scholen, en dat zijn er dus inmiddels 21 van de 25, zijn vrijwel allemaal met de impulsregeling gestart. Dus het was voor ons heel spannend. Wat gaat er gebeuren als die driejarige subsidie afloopt? En daarbij zijn twee partners ontzettend belangrijk geweest. En ik wil ze allebei heel erg graag noemen. En de eerste is namelijk Meer Muziek in de Klas. Want daar heb ik als eerste contact gezocht met Jantien en Britta. Van hoe gaan we dit aanpakken? Hoe ga ik nu proberen de volgende stap te bereiken dat die scholen hiermee verder willen en ook verder kunnen, ook als die subsidie wegvalt. En daar hebben we een heel plannetje op gemaakt. Dat ga ik niet allemaal verklappen, maar ik kan jullie allemaal aanbevelen om daarvoor contact op te nemen met Muziek in de Klas. Want ze hebben echt geweldig maatwerk bij ons kunnen leveren. Directeuren van de eerste drie scholen zijn in filmpjes aan het woord geweest om aan hun collega's in het land te vertellen hoe goed en belangrijk het is wat ze op zo'n school gedaan hadden. Toen dacht ik natuurlijk, dan is het toch raar als je een half jaar later zegt, nu moet het helaas bij mij op school stoppen. Dus dat zijn allemaal nevenactiviteiten geweest. En tegelijkertijd zijn we het gesprek aangegaan met de tweede belangrijke partner, namelijk de gemeente Woerden. Hier aanwezig in de persoon van George Becht, onze wethouder van cultuur en onderwijs. En die combinatie is natuurlijk ook heel fijn in dit verband. En onze beleidsambtenaar cultuur, Chantal Stewart, die ook een kanjer is. Want je hebt mensen nodig die ervoor willen Jij gaan. Jij zegt eigenlijk heel veel dingen, maar je zegt ook dat mensen zijn ontzettend belangrijk. Absoluut. Ja. Absoluut. En je steekt elkaar aan in het enthousiasme van ervoor te gaan. En als je weet wat je wil, dan vind je de mogelijkheden. En als je dan met elkaar in mogelijkheden en kansen en oplossingen denkt, dan kom je eruit. De gemeente heeft aangegeven, wij willen 25% van wat de scholen op dit moment met de impulsregeling hebben, willen we blijven financieren. Gedeeltelijk met eigen middelen, gedeeltelijk vanuit de jullie ongetwijfeld bekende matching vanuit de combinatiefunctieregeling. Daarmee ben ik naar de scholen gegaan, dus ik had al iets. Het was niet zo dat er ineens niks meer was. Er was toch nog iets, want de gemeente vindt het ook belangrijk om te borgen wat we hebben. En toen bleef er dus nog 75% over voor de scholen en dat was ook spannend. Daar zijn we echt open het gesprek in gegaan. Dat is over alle mogelijkheden zo ongeveer gegaan die ik heb kunnen bedenken en die we met elkaar hebben kunnen bedenken. En uiteindelijk zijn daar twee hoofdlijnen uitgekomen. De meeste scholen financieren nu vanuit hun structurele formatie en vanuit werkdrukverlagingsgelden. En mooi, de combinatie daarvan. Dankjewel. Ja, we horen hier aan tafel allemaal succesverhalen, zeg ik ook even tegen de mensen thuis. En dat is natuurlijk mooi, maar ik ga het nog een beetje erger maken. Want ik ga Roeland vrolijk het woord geven. En je zit hier met twee petten, maar ik begin even bij de opleidingen. De leerkracht kwam al een paar keer voorbij. En ja, we hebben ook vooraf een stelling uitgezet. En die stelling die luidt, iedere leerkracht moet een vorm van muziekonderwijs kunnen aanbieden. En 3/4 van de mensen zegt van, inderdaad, daar ben ik het mee eens. Als al die leerkrachten straks muziekonderwijs kunnen geven op alle scholen, dan komt het toch helemaal goed met het muziekonderwijs in Nederland? Natuurlijk. Maar ik geef meteen een maar, want ik ben het helemaal eens met die stelling. Wat een succesfactor is in de opleidingen, denk ik, is wanneer we van mensen gaan vragen waar ze goed in zijn. Ik zeg altijd, als je les geeft, moet je doen waar je goed in bent. Dan laat je passie zien, dan laat je vuur zien.
En dan maak je ook contact met kinderen, ook op muzikaal vlak. En al die leerkrachten zijn allemaal heel verschillend. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook bij die leerkrachten rekening te gaan houden met die verschillen, ook op muzikaal vlak. En als zij dat vertrouwen krijgen in wat zij echt te bieden hebben op muzikaal vlak, dan geloof ik erin dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Betekent wel dat we niet alles van iedereen moeten gaan vragen. We moeten ook bij die leerkrachten om maatwerk gaan vragen, denk ik. Überhaupt, kijk, het liefste zou ik hebben dat iedere leerkracht gaat zingen met kinderen natuurlijk. Ja. Maar daar is wel wat voor nodig. En voor de een is dat heel spannend. En eigenlijk best wel voor veel leerkrachten is dat spannend. En ik zeg ook wel eens van, nou, ga ook eens misschien luisteren naar muziek met kinderen. Zorg dat er muziek klinkt in dat lokaal. Of ga bewegen op muziek met kinderen. Ook luisteren, dat is een vorm van muziekonderwijs natuurlijk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we, als we ervoor willen zorgen dat heel veel leerkrachten muziekonderwijs gaan geven. En het gebeurt al veel meer dan jaren geleden, zou ik bijna zeggen. Dan moeten we ook hen stimuleren om daar verschil in op te treden eigenlijk. Verschillend in te zijn. Hey, mag ik nog iets toevoegen aan de vorige discussie, Cor? Natuurlijk, ja. Want zeker. Ik had... Welke was dat ook alweer? Nou ja, dat ging eigenlijk over... Als ik het verhaal eigenlijk hoor over al die fantastische verhalen waar het goed gaat. Ja. En ik denk dat we ook op een punt zijn gekomen dat we aandacht moeten gaan schenken aan overdracht. Want als het goed gaat, is het geweldig. Overdracht naar wie? Nou ja, ik noem maar wat. Stel dat het een directeur is. Die heeft die doet het fantastisch op zijn of haar basisschool. En vervolgens gaat die directeur met pensioen. Dat gebeurt. En wat doe je dan? En ik denk dat we met z'n allen daar echt aandacht aan moeten gaan besteden. Nu. Van oké. Okay. En dat doe je denk ik door ook in kaart te brengen van wie zijn de sleutelfiguren in het succes. En hoe lang zit hij daar nog? Dat we daar echt gewoon oog voor krijgen en dat we ook kunnen anticiperen op het moment dat mensen gaan vertrekken. Ik denk ik sprak vanmorgen Mirjam Pauwels van het succesverhaal in Drenthe over een school waar dan een directeur inderdaad volgens mij met pensioen ging. En dan zit je en dan komt er een nieuwe directeur en die vindt het al heel spannend om die school te gaan bestieren. En die denkt, ja, eerst maar even andere dingen. Muziek komt later wel. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat het kaarsje dooft eigenlijk? Ja, oké. Okay. En hiermee, en Mirjam is nu twee keer genoemd, dus laten we er ook gewoon even het woord geven. Hè? Dus, dat is wel zo leuk als praat ze de hele tijd over jou. Terwijl, want volgens mij, en ondertussen loopt er iemand met een microfoon jouw kant op. Volgens mij is dit ook gewoon actueel in Drenthe, hè? Dit speelt. Ja, het speelt op verschillende plekken. En we hadden dat gesprekje daarover. Ik zei, daar lopen wij nu echt tegen aan. Van hoe kunnen we nou die continuïteit op die scholen waar het zo ontzettend goed gaat vasthouden? En inderdaad, jij had al een mooie tip van. Hè, zorg ook dat er in zo'n overdracht ook dat hele muziekverhaal goed meegenomen wordt. En daar kunnen wij natuurlijk vanuit onze structuur en werkgroep die we in Drenthe hebben, de school best wel bij ondersteunen. En tot nu toe laten we dat denk ik nog wel een beetje te veel bij de school liggen. En dan zie je dus niet dat vanzelfsprekend goed gaat. Nee, dus daar moet extra energie op. Daar moet je mee aan de slag. Ja. Heel goed. Ja. Dankjewel. Ja. Maar Cor, weet je wat ik denk dat een succesfactor is? Nou? Daar geloof ik in. En ik geloof in muziek. Ik geloof in de kracht van muziek. En in die overdracht moet je er eigenlijk voor zorgen. Als je weet dat iemand vertrekt, dat degene die er nieuw op die positie komt, dat hij die momenten gaat meemaken dat muziek op een fantastische manier een plek heeft in die school. En dat je dus voelt wat daar gebeurt. En dat iemand dat ziet. En dan gebeurt daar dus wat van, hé, dit hoort dus bij de plek waar ik ga werken. En vervolgens moet dat ook een plek krijgen. Dus niet alleen erover praten in die overdrachtelijke zin, denk ik. Maar ook gewoon zorgen dat je muziek voelt. Want muziek is van zichzelf zo'n sterke kunstvorm. Die van zichzelf al eigenlijk het laat gebeuren dat mensen gewoon verliefd worden op dat fantastische fenomeen dat we muziek noemen. Heel goed. Ja, nu popelt iedereen aan tafel. Kijk eens aan. Doe maar. Ja. Mag ik, Cor? Ja. Nee, het is natuurlijk heel mooi wat jij zegt, Roland. Roland. Ja. Want daar moeten we toch eigenlijk ook wel het vertrouwen in hebben. Want
dat bewerkstelligt meer muziek in de klas lokaal. Mm-hmm. Gaan al die leerlingen nu bereiken. Dus vanzelf moet dat toch eigenlijk in de school komen. Dus zou het eigenlijk geen issue meer moeten zijn met overdracht? Ja, in Salland hebben we neem ik even een ander voorbeeld. Salland is groot natuurlijk, maar Salland zit bijvoorbeeld Raalte. Er is volgens mij niemand vanuit die regio aanwezig. Jij toch? Ja. Ja, nou, dus je bent er. Ja, Salland is er hoor. Ja. Ja. Nou goed, het is een apart stukje eigenlijk Raalte. Maar die hebben een stichting opgericht. Stichting Muzieknetwerk Salland. En die zorgt eigenlijk continu voor de borging. Dus het zijn heel veel vrijwilligers. Die hebben een eigen bestuur. Die zorgen ook voor hun eigen financiën. Die krijgen zowel financiën vanuit de scholen als vanuit de gemeente, vanuit de provincie. Maar zij zijn de bindende factor in die borging. Dus het is gewoon een aparte stichting, Muzieknetwerk Salland. Ja, het vergt te ver om daar helemaal dat voorbeeld uit te diepen. Maar dat is dus wel zo'n voorbeeld waarmee je die borging en die overdracht ook goed kunt realiseren. Ja. Je zegt, je moet er wel bepaalde structuren voor in het leven om te zorgen dat het goed komt. Soms kun je het inderdaad doen zoals Roland zegt, maar je kunt het dus ook op een andere manier doen. Dat wilde ik zeggen. Annette? Ja. Nou even, misschien een zijstraat. Want COVID heeft ons van alles geleerd. En er wordt nu op allerlei tafels nagedacht over die lessons learned. In relatie tot onder andere borging, maar ook in relatie tot disseminatie van good practices. En ook de vraag die jij stelde rondom, heel klein en heel praktisch, een docent die niet durft te zingen in de klas. Wat we zagen in de COVID-periode was dat hele erg bekwame docenten tutorials gingen ontwikkelen die in andere klassen konden worden gebruikt en waar de docent zelf, die zich daar minder bekwaam in achtte, dat verdiepte, dat verrijkte en met kinderen dus meer kon doen dan voorheen. Vervolgens zijn we erachter gekomen dat er ook, als het gaat om de leraaropleidingen, leraren zich op allerlei andere terreinen bekwaam voelden en dat ook met elkaar in netwerken zijn gaan ontwikkelen. Dus je zou, als je naar die lessons learned gaat kijken, naar de toekomst van inrichting van het lerarendomein gaat kijken, ook je kunnen afvragen of je niet leraren hebt die vooral ICT-didactisch bekwaam zijn en in tutorials bijvoorbeeld allerlei instructies kunnen geven op het niveau van muziekonderwijs. Maar andere docenten die zich daar minder bekwaam in achten, dus aansluitend bij doe waar je goed in bent, dat zouden kunnen gebruiken als een digitaal lint in hun les en vervolgens daaromtrend muziekonderwijs verder, of daar muziekonderwijs verder omheen bouwen. We zien dat overigens in het voortgezet onderwijs ook gewoon bij instructies op het niveau van wiskunde. Iemand die het naamwoordelijk gezegde uitlegt en daarmee toegang heeft tot kinderen in achterstandswijken die geen ongelooflijk bekwame docenten tot hun beschikking hebben. Kortom, in dat denken na COVID kunnen we misschien ook wel op het niveau van muziekonderwijs een slag gaan maken. En meeliften op dat hele bredere, op die hele bredere discussie die nu gevoerd wordt in het kader van de toekomst van ons hele onderwijs. Muziek ontbreekt daar volgens mij vooralsnog. Ja. Annette, ik heb iemand in de buitenring die heel graag Sander van den Tillaert. En je krijgt nu een microfoon. Ik wil nog even inhaken op de vraag van Roland. Want dat vind ik zelf persoonlijk wel interessant. We zijn van de regio Noord-Veluwe. En daar zien we ook, in ieder geval vanuit de muziekimpuls, zijn nu bezig met meer muziek in de klas met een akkoord. Maar als we terugkijken naar de muziekimpuls die we bij een paar scholen al, waar we al mee zijn begonnen, dan zien we inderdaad ook dat muziekdocenten die daarmee bezig zijn en bijvoorbeeld weer vertrekken, of directeuren die daar heel erg mee bezig zijn, die vertrekken ook weer. En dan merken we dat het eigenlijk een beetje stil komt te liggen. Dus ik vind dat overdracht vraag vind ik best wel interessant. Dus ik vraag me af of daar echt concrete tips voor zijn van hoe draag je dat nou het beste over? En dan, ik hoor al iets heel structureels, maar op korte termijn, hoe draag je nou goed dat muziek dat eerst heel kort leeft op die school, hoe draag je dat dan weer over naar een volgende docent? Ja. En vertel even waar je van bent, want dan wordt die vraag ook wat duidelijker. Ja. Nee, ik ben van een muziekvereniging, dus een lokale muziekaanbieder. En wij proberen heel erg dat muziek wat meer te laten leven natuurlijk op de scholen. En dat proberen we nu met meer muziek in de klas, maar eerst natuurlijk met de muziekimpuls. Dus vandaar, hoe zorgen we nou dat muziek dat gaat leven op een school eigenlijk weer verdwijnt doordat de directeuren of muziekonderwijzers weer vertrekken. Jij zegt, Roland maakt een heel goed punt. Ja, die overdracht gaat echt niet vanzelf. Nee. Wij merken dat het soms in één keer helemaal stilvalt als er een directeur weg is. Ja, best wel in zich heel. Nou, er zitten achter en naast jou misschien wel mensen met oplossingen. Dus ga maar gelijk even door naar de... daar moet er wat gewisseld worden, geloof ik. Ja, er moet even iets schoongemaakt worden. Dus laten we dat even. Gaan we even terug naar de tafel. Gaan we dan daar. Judith? Ik zou er ook graag iets over willen zeggen. Want ik ben het helemaal eens met Roland. En ik denk echt, het moet zo zijn dat die muziek echt onmisbaar is in die school. En niet afhankelijk is van een nieuwe directeur die daar wel of niet iets mee heeft. Wij hebben dat ook ervaren op een school. Dat was zelfs een van de scholen op het moment dat de beslissing moest genomen worden over hoe gaan we verder na die impulsregeling. Net toen kreeg ik de directeurswinksel. Het was echt een van mijn koplopers.
lopers die wegging. Nou, dat baarde kopzorgen. Maar uiteindelijk hebben we kunnen vertrouwen op de kracht van wat we inmiddels opgebouwd hadden. En met name op het team en de leerkrachten. En de nieuwe directeur had heel snel in de gaten wat muziek deed in de school, voor het schoolklimaat. Wat het deed met de leerkrachten in hun klas en met de kinderen. En dus die zichtbaarheid, wat ik net al noemde, dat moet in alle geledingen zijn. Eigenlijk continu. Dat is volgens mij echt een hele belangrijke succesfactor. Zorg dat je weet wat er gebeurt, waarom je dingen doet. Neem alle niveaus mee. Dat zijn de besturen, dat zijn de directies, dat zijn de leerkrachten en dat zijn ook de ouders die we nog bijna niet gehoord hebben. En zorg dat het in de school leeft. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan is het relatief makkelijk in onze situatie, maar we hebben er ook bewust voor gekozen, de inzet van vakleerkrachten. Wij zijn de continue factor op de scholen. Er is altijd een vakleerkracht. Ook als er weer een nieuwe groepsleerkracht is, ook als er een nieuwe directeur komt. De keuze, dat is een echte keuze, denk ik, voor kwaliteitsborging op de lange termijn. Door te werken met de vakleerkracht, die wel helemaal onderdeel is van het team. Die groepsleerkrachten meeneemt, die groepsleerkrachten inzet. Want daar ben ik ook helemaal mee eens. Muziek is een vak. Dat is echt een vak. Dat kun je niet zomaar van iedereen vragen om dat op een hoog niveau te brengen. Ja. En dat niveau maakt dat het uitstijgt boven iets wat leuk is, maar dat het al die mooie waarden heeft waar we vanmiddag professor Scherder over zal vertellen. Heel die goed. Waarde heeft het als je de kwaliteit inbrengt. Dankjewel. En Sander zit mee te schrijven. Dus het betekent dat er nu tips door de zaal rollen waar we in praktische zin iets aan hebben. Dat willen we vandaag. Hè? We willen gewoon op praktische zin verder komen. En laten we eens kijken of Erna Kalkhoven daar nog iets aan toe te voegen heeft. Of nee, wacht even. Ja, nog meer mensen. Beginnen we daar of niet? Ja? Bij ons hebben we een professionele leergemeenschap gestart. Dat betekent dat we vanuit twee scholen in dit geval mensen met de feeling voor muziek, leerkrachten. En daarnaast ook een externe, bij ons is dat tak muziek. En iemand van de gemeente, maar ook iemand van de muziekvereniging. Dat we samen proberen het te borgen. En dan raakt het niet weg. Dan is het, ja, en als er gewisseld wordt, dan wordt er binnen dat die PLG wordt er gewisseld. Jullie dus hebben ze gewoon aan elkaar geknoopt in die PLG. En zo regel je dat. Ja. Ja, wat goed. Kijk eens aan. Ja, we gaan weer naar de buitenring zometeen, maar dat moet ook schoongemaakt worden. Dus tussendoor even Hans. Dus dan houden we ons aan de COVID-regels. Nou, misschien wat zou kunnen helpen om het ook te verbreden en het niet afhankelijk te laten zijn van die paar mensen die echt enthousiast zijn en dan mogelijk gaan vertrekken, is IKC-ontwikkeling. Ik zie ook hele mooie mogelijkheden om de koppeling te maken met buitenschoolse opvang. De POVO is een mooie, maar ook als je kijkt naar de onderkant van kinderopvang, speelleergroepen naar de basisschoolleeftijd en ook daaraan gekoppeld de buitenschoolse opvang. Daarmee maak je de verbinding en het thema ook nog weer breder en groter en ook deskundigheid kun je daarbij betrekken. Dus ik denk dat daar ook een mogelijkheid ligt in vorming van kindcentra om dit thema ook goed uit te werken. Oké, dat is ook weer een oplossingsrichting. Dankjewel. Truus Hermkes, ja? Kijk eens aan. Eens kijken wat, heb jij ook een tip of ga je het probleem groter maken? Nee, ik ga altijd voor de oplossing. Kijk eens aan, heerlijk. Ja, ik denk eigenlijk dat het best heel, ja, het is lastig, maar het is ook heel simpel. Want volgens mij heeft iedere school 100, 200 of bij een grote school 300 kleine ambassadeurtjes rondlopen. En als die een tijdje muziekonderwijs hebben gehad en dat leuk vinden, dan heb je 300 of 200 of in ons geval speciaal onderwijs 100 kinderen die daarachter staan. En die 100 kinderen hebben ook 100 ouders die hebben gezien wat het met hun kind doet. Dus toen onze hele goede fantastische directeur vertrok, stond er in de profielschets voor de nieuwe directeur ook van moet kunst en cultuur minded zijn. En nou, uiteindelijk zijn wij zelfs cultuurprofielschool geworden en hebben we ook een convenant getekend met Job en het plaatselijk kunstbedrijf van wij gaan verder met elkaar. Dit is niet zomaar iets wat je los kan laten. Wij zijn structureel aan elkaar verbonden. En ja, ik denk dat je dan echt ook stappen kan maken. Je kan ook niet zeggen, volgende week stoppen we met rekenen, want we hebben een heel stel kinderen die vinden eigenlijk niks aan rekenen. En ja, het moet eigenlijk niet meer de vraag zijn of er muziek is. Het moet eigenlijk gewoon zijn. Oké, heel goed. Zal ik even reageren ook nog naar Sander, als de microfoon weer wordt schoongemaakt? Ja, maar ik wil eigenlijk ook wel nog wel. De overdracht zijn we nu een tijdje over aan het praten. We hebben een aantal oplossingen. Het gaat hartstikke goed, hoor ik jullie eigenlijk zeggen. Die mens is belangrijk. Ik hoor jullie zeggen dat
intrinsieke motivatie van leerkrachten. Je moet voor die overdracht zorgen. Maar dit onderwerp ligt natuurlijk niet voor niks op tafel. Ik zeg dat ook even de mensen die nu in de chat misschien wel. Ik wil eigenlijk wel wat grotere problemen horen. Van waarom? Wat bedreigt dan nog die lange termijn borging? Want volgens mij zijn we een heel eind op weg. Maar waar liggen dan nog de grootste risico's? Waar moeten we het echt nog even over hebben? En nogmaals, zet het ook gewoon in de chat, hè, als je vindt dat het hier niet gezien wordt. Nou, ik mag. Ja, kan ik gewoon reageren? Ja, je kan gewoon reageren. Ja. Ja, want Judith, ik ga even, even het scherp neerzetten. Want je vraagt om vakmensen. En dat ben ik helemaal met je eens. Ik geef les aan een conservatorium en aan een hogeschool. Maar als het om muziek gaat, is het ook belangrijk dat je eigenlijk kijkt naar iedereen in je omgeving die muziek maakt. Zeker. En dat kan een conciërge zijn, die je gewoon een gitaar zijn hand geeft en zorgt dat hij in die school muziek gaat maken. Muziek is van iedereen, dus ik geloof heel erg in de vakexpertise van mensen die lesgeven. Maar hoe zorg je voor overdracht ook? Geef mensen die muziek kunnen maken gewoon tijd voor muziek. En dat werkt namelijk. Dus jij zegt, tijd is een knelpunt. Nou ja. Ik ben even problemen aan het zoeken, ja, ik wil gewoon even zeuren. Ja, je wil knelpunt horen. Ja. Nou ja, het knelpunt is. Richard, dat we heb jij er een? Ja, je hebt er een, doe maar. Het knelpunt is dat we te weinig tijd maken voor muziek. Dat we gaan praten over muziek. En dat is ook heel belangrijk. Maar ja, ik, misschien ben ik daar te veel muzikus voor. Maar zolang er muziek klinkt, gaat het goed. Ja, simpel hè, maar dat geloof ik. We praten nu ook over muziek. Er komt ook nog muziek vandaag. Dus ja, ja. Lisette. Nou ja, ik ben tot nu toe natuurlijk heel erg positief geweest en dat blijf ik ook. Ja. Maar wat ik zei, we gaan nu dat hele project uitrollen met een strategisch plan maken. En ik heb al hele goede tips en dingen gehoord. Het moet natuurlijk wel, de neuzen moeten wel dezelfde kant op blijven. Hè? En dan gaat het bij ons vooral vanuit de scholen, hè, met die schoolbesturen, wat er net ook al werd gezegd, daar ben ik het helemaal mee eens, tot de directeuren, tot de leerkrachten. Nou, daar heb ik wel hoop op, zeker met die ambassadeurtjes die we natuurlijk allemaal op die scholen hebben. Maar iedereen moet het wel willen blijven ervoor gaan. Hè? En dat is, als je dan zegt, wat is jouw zorg? Dat is eigenlijk wel het punt, dat we die drive, hè, we moeten met z'n allen, al die radartjes die eigenlijk nu worden neergezet, die moeten in elkaar gaan rollen en dan moet het gaan. Maar als er één radartje stokt, dan kan dat. Dus dat is een beetje het geheel. Ik ben het mee eens. En, zeker omdat we in zo'n akkoord en convenant heel veel partijen erbij hebben die elk zijn eigen motivatie heeft om daarin zijn bijdrage te hebben. Zien we dat die samenwerking volgens mij ook aandacht verdient. Hè? Want het zijn ook allemaal partijen die al bezig zijn en ook denken, nou, we doen een heleboel ook al goed. Dus hoe krijg je nou nog sterker die verbinding en dat je elkaars expertise kunt gebruiken? Ja, dat is zeker wel een aandachtspunt. En je bent ook wel wat afhankelijk van provincie en gemeentes die ook aan tafel hebben gezeten. En dat is natuurlijk lokaal bepaald, maar ja, de keuzes die gemaakt worden zijn wel van invloed. Op de beweging om het ook in de scholen te kunnen waarmaken. Ja. Heel goed. En over die neuzen wil Dimitri Horsthuis volgens mij wel iets zeggen. Ja. Even de microfoon er naartoe. Kijk aan. Wat we heel erg veel zien is meer muziek in de klas. En dat wordt vaak door docenten ook daadwerkelijk als meer werk gezien. Het gesprek om met de docenten aan te geven dat meer muziek in de klas niet meer werk oplevert, maar dat je het op een laagdrempelige manier kunt aanbieden door, ik geef even de gitaar in de muzieklokaal te brengen, maar ook ze daadwerkelijk te ondersteunen op basis van professioneel onderwijs, door een vakdocent in te schakelen, borg je hem daarin. Ik hoor hier bijvoorbeeld de strategische plannen. Ja, dan begint hij bij mij al te kriebelen op basis van top-down doordrukken. Terwijl het echt van bottom-up moet komen. De samenwerking met de muziekverenigingen, breng ze naar binnen. We kijken bij onze eigen scholen door de muziekvereniging. Ik ben blij dat de muziekverenigingen hier ook aanwezig zijn. Om die ook die klas in te brengen. Ja. Om met een simpele muziekcover bewijzen van die muziek al in die klaslokalen te brengen, waardoor het begint te leven in de klassen, bij de leerlingen, en dat het geborgd wordt bij die leerlingen en bij de kleinere ambassadeurs, maar dat je daarin de borging vindt. En dan is het niet meer in een strategisch plan, nee, dan zit het in je DNA van de school. En volgens mij moeten we daar naartoe.
Ja. En je praat over Betuwe, hè? Want daar ben je wethouder. Hoe doe jij dat dan? Hoe zorg je dat? En het woord neuzen wil ik graag even terug, want daar ging het net over. Hoe zorg jij ervoor dat die neuzen de goede kant op gaan, dat het ook zeg maar iets van die werkvloer wordt? Wat kan jij daaraan doen? Door dat gesprek aan te gaan met die docent, wat hij of zij nodig heeft om het ook niet meer te zien als ik moet meer doen in mijn klas, want zo wordt het echt op scholen ook wel ervaren van ik moet meer doen, ik moet meer muziek brengen, dus het wordt ook als meer ervaren. Door juist dat gesprek aan te gaan van oké, hoe kan ik je ondersteunen door muziek in je klas te brengen? En dat kan op een laagdrempelige manier, dat je juist de docenten aan het woord laat die de muziek of een gitaar onder de arm al meenemen dat muzieklokaal in. Maar ook juist mensen aan het woord te laten die er echt een probleem in zien om muziek in hun klas te brengen. En hoe kun jij ze ondersteunen om dat gesprek aan te gaan door professioneel. We hebben zelf 2 muziekdocenten aan kunnen nemen voor onze regio. 5 scholen kunnen ondersteunen op basis van professioneel muziekonderwijs. Maar het wel breder te trekken dan alleen een gitaar in de klas. Maar om ook te faciliteren en te borgen op de langere termijn. Mag ik toch even reageren? Want het kriebelt nu natuurlijk bij mij. Tuurlijk, dat meneer over dat strategisch plan. Ja. Want ik zie dat namelijk helemaal niet van bovenaf. Hè? Met ons akkoord gaan we juist kijken hoe kunnen we het in die scholen brengen. En iedereen heeft zijn rol. En dat kan natuurlijk door vakleerkrachten. Maar het kan ook door hele goede muzikanten die we in de regio hebben. Die af en toe de school inkomen. Hè, het moet gaan leven. En dat is eigenlijk met dat plan. Of hè, dat strategisch noem ik maar even niet. Want anders dan denkt men dat het van top-down is. Integendeel, maar hoe pakt iedereen zijn rol? Van de school, tot de omgeving, tot de gemeente, tot het expertisecentrum cultuureducatie, dat. Ja, en daarmee moet het een kracht zijn. Want ik begon al, toen ik over het plan begon, met de nuance aan de voorkant. Dat ik weet dat top-down, zo werkt het niet. Het heeft met intrinsieke motivatie van mensen te maken vooral. Maar als je het kunt faciliteren en het ook nog kracht kunt geven door te zeggen, hier staan wij voor, want we vinden dit met elkaar belangrijk, dan kan het in een organisatie wel helpen. Ik heb allemaal vingers, maar ik wil even naar online. Marielle, krijg jij nog hele andere knelpunten door van de mensen die zitten te kijken, zeggen van ja, ik mis nog iets? Ik krijg zowel over de inhoudelijke borgingen een opmerking als de financiële borgingen. Misschien is de opmerking inhoudelijk een antwoord op de financiële vraag. Ja. Dus van Chantal Stoort, gemeente Woerden. Zij zegt in Woerden is in de uitvoeringsovereenkomst met de muziekschool hun activiteiten in de scholen benoemd. Daarmee zet je bestaand budget in. Op die manier hoef je niet meteen op zoek naar extra geld. En dat is misschien een antwoord op de vraag van Alex van Zijl, directeur bestuurder de Cubus in Lelystad. Hij zegt het gaat allemaal over geld. Hoe borgen we muziekonderwijs in financiële duurzame zin? Dus misschien. Ja, dat vind ik nog wel even een leuke voor om toch nog even terug te... Want het woord geld valt nu. En daar gaat het eigenlijk veel minder over dan ik van tevoren had verwacht. En nu zegt er iemand, ja, geld is wel heel erg belangrijk. Dus, en dan kijk ik ook wel eventjes, ja, we gaan hier ook even een reactie op halen. Want je bent al de hele tijd in beeld voor mij, hoor. En sorry dat ik niet iedereen kan bedienen. Ik ben hier heel blij mee. We gaan even kijken wat... ik bedoelde eigenlijk hier, maar begin dan maar daar. Ik vind het goed. Ja. Even 2 dingen. Even aansluitend inderdaad, werd even iets heel belangrijks gezegd door Roeland. Zeg even wie je bent. Robert Voegenwij, Zeeuwse Muziekschool. Ja. Wij verzorgen het muziekonderwijs in de hele provincie Zeeland. En we hebben ook onlangs weer de minister op bezoek gehad afgelopen maandag over de proeftuin muziekeducatie die we ook uitvoeren in Zeeland. Prachtig programma ook. Dus wij mixen eigenlijk dat met meer muziek in de klas. En daarvoor moet je inderdaad een bepaalde structuur gaan aanbrengen. En als je die gaat aanbrengen, dan ga je kijken inderdaad, wat hebben de scholen daarin nodig en wat vragen de scholen daarin. En Roeland die stipt dat even aan, de factor tijd, dat moeten we echt niet onderschatten. Want dat ligt heel veel op het bordje bij het onderwijs. Dus op het moment dat je programma's gaat aanbieden, dan moet het volkomen helder zijn hoeveel tijd het eigenlijk gaat kosten voor die leerkracht en ook voor die vakdocent of die expert of muziekspecialist, hoe je het ook zou willen noemen. En daarom hebben wij daar een structuur in aangebracht door middel van zeg maar cultuur-educatieve scenario's. Je kunt het ook al muziekscenario's noemen.
Met proeven, kennis maken, verdiepen en specialiseren. Waarin op een gegeven moment de school weet, als we in een scenario verdiepen zitten, dan kost dat ons dat er gewoon standaard 8 tot 10 weken met 1 uur per week een les in de klas. Hoe het dan wordt vormgegeven. Dat is een eerste discussie die je aan kan gaan. Maar even geld, wie betaalt dat dan? Ja, geld, daar kom ik nu bij. Ja? Dat geld, dat is inderdaad gewoon, dat is ook in een gemeenschappelijke matching. Excuus. Dus we hebben daarbij de gemeenten die daarbij aansluiten, maar we hebben ook de provincie die daarbij aansluit. We hebben nu het Rijk dat daarbij aansluit door middel van die proeftuin muziekeducatie. We hebben meer muziek in de klas. We mobiliseren de bedrijven. We hebben een aantal mooie, prachtige, grote bedrijven in Zeeland, zoals Yara en Dow en Dames Shipyards, noem het allemaal maar op. We zitten heel erg ook op die maatschappelijke relevantie. We bouwen gezamenlijk aan de culturele identiteit in Zeeland. En daar voelen ook meerdere partijen, voelen daar ook gewoon hun verantwoordelijkheid in. En dat betekent dat ze op een gegeven moment ook gewoon met geld komen. Omdat het gewoon belangrijk is. Maar als je dat van belang vindt, dan is voornamelijk de factor tijd. Je moet daar gewoon ruimte. Muziek kost tijd. Het staat in de tijd. Dat is het mooie van muziek maken. Heel goed. Dankjewel. Ik wil zeker Margriet en Brok zometeen nog even aan het woord hebben. Dus dat komt zometeen terug. Maar ik hoor hier rumoer aan tafel. Ja, ja, doe maar. Ja, die factor tijd is natuurlijk wel een factor. Maar je kunt inderdaad al zeker, schuit ook even aan bij jou, Roland. Je kunt het ook wel heel simpel doen door te zeggen van eerst moet je die kinderen muziek-minded maken. En dat kun je heel simpel. Start de dag met een playlist door kinderen zelf gemaakt. Doordat kinderen daarmee al door in aanraking komen met muziek die kinderen zelf leuk vinden. Zorg dat de muziek is ingebed in projecten die je thematisch behandelt in je klas. Verweef het in je rekenlessen, in je taallessen. Er zijn zat voorbeelden van liedjes waar je de tafels mee kunt oefenen. Het alfabet, de dagen van de week. Er zijn zat liedjes die verbonden zijn aan allerlei thema's. Die zijn ook landelijk op allerlei plekken al ontwikkeld. Dus daarmee maak je het al heel makkelijk om het te integreren in je totale curriculum. En daarnaast zoek je dan, vanuit ook de wow-factor die er dan bij de kinderen is, naar mogelijkheden, betaald ook door lokale overheden, fondsen, et cetera, om het structureel als vak. Dus jij zegt ook, dat geld, dat is oplosbaar. Dat is oplosbaar, ja. Absoluut. We moeten nu echt naar Margriet, want anders dan is het 11:15. En we gaan, dus ik maak me niet uit waar je het over gaat hebben, maar ook over die totaal anders. Kijk maar. Ik dacht nog een beetje over die borging. Bij de ondertekening van een muziekakkoord in Hellevoetsluis, ik ben wethouder van de gemeente Hellevoetsluis, was de bibliotheek een van de partners die ondertekend heeft. En wij hebben in Hellevoetsluis het fenomeen de bibliotheek op school van 0 tot 12-jarigen. Daar hebben wij leesconsulenten voor, die al heel erg de toegang hebben tot de school. En die leesconsulenten hebben dus het programma Meer Muziek in de Klasse omarmd. Dus die combineren nu hun kracht die ze al hebben in de school, gelijk met het leesconsulentschap, ook het muziekconsulentschap op scholen. Een beetje, ja, toch een beetje geforceerd al door te dringen van onderop. En ja, dat werkt heel goed. Wij hebben op dit moment al 31 scholen die meedoen. Dus op die manier werkt het heel goed. Heel goed. Dankjewel. Dan gaan we nog even terug naar voor een paar laatste korte woordjes. Doe maar. Roeland. Ja, ik wil nog even zeggen dat de opleidingen hun taak oppakken. Er komt een muziekopleidersakkoord begin oktober, waarin conservatoria en PABO de handen ineens slaan en een plan eigenlijk maken om met een stip op de horizon in 2032 eigenlijk de boel voor elkaar te hebben. Oké, dus dat wordt belangrijk gemaakt. Hartstikke goed. Judith. Ik wil graag even vertellen dat het tot mijn verrassing en verbazing helemaal niet zo duur is voor een school om een vakleerkracht in dienst te nemen. Dat is echt ervaring. 1.5 uur in de week in een groep geeft je de basis om het te doen. En zeker met de extra ruimte die ook besteed wordt aan onderwijsassistenten, aan kleinere klassen. Het zijn keuzes van scholen. En de meeste scholen zijn positief verrast als je wel, maar je moet wel met ze meerekenen, als je het kostenplaatje neerlegt, je vertaalt het naar wat betekent dat in jouw formatie. En dat is precies waarom we het hebben kunnen doen. En het ontlast de groepsleerkracht, die druk is weg. Er is tijd en het staat vast op het rooster. En vanuit enthousiasme, zonder dwang, kun je groepsleerkrachten meekrijgen om vervolgens zelf er ook meer aan te gaan doen. Maar dan zonder dat zij het moeten. Judith, dankjewel. En ja, we zijn nog lang niet klaar, want maar volgens mij hebben we nu gesprekstof genoeg voor de koffiepauze. En ik had beloofd dat we daar exact 11:15 mee gaan beginnen, dus dat gaan we ook doen. Jullie thuis een kwartiertje aan de koffie en ik weet niet of je iemand hebt om daar mee te bellen. Doe dat in de tussentijd, maar drink vooral ook even koffie. De mensen hier gaan hier koffie drinken en gaan dit onderwerp ongetwijfeld verder bespreken. En dan zie ik jullie graag allemaal exact 11:00 hier terug. Tot zometeen.